Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Zoals je kunt zien is er eigenlijk al heel veel veranderd. Moet ik het eens gaan maken, heb ik jullie gisteren laten zien. Wat er allemaal aan het gebeuren is, kan ik jullie nog niet laten zien. Of vertellen, dat is nog een beetje een geheim. Is er nog wel wat spulletjes op de tafel, maar die moet ik nog ook allemaal wegdoen. Ik heb er nog geen tijd voor gehad, ik ga er niet mee tot in de nacht gaan werken. Maar het weer klinkt er een beetje, dus ja, je hoort me misschien wel iets beter of ander, ja, een beetje dubbel. Het heeft ondertussen ook al geregend. De konijnen zitten nog daar. Dus we zijn ook wel bezig aan het genieten. Maar het gaat op zich eigenlijk wel goed met mij. Ik heb alleen een beetje spierpijn van gisteren. Er is echt superveel gebeurd. Maar waarom dat ik het eigenlijk geheim hou, is eigenlijk omdat als alles, wat dat we ook aan het doen zijn, wat project in orde is, is het veel beter. Om het jullie eigenlijk een beetje te laten zien, omdat ik niet daar specifiek het aandacht op wil vestigen met de vlog. En ook dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de winkel. We gaan dingetjes kopen, we gaan drinken kopen. We gaan zoveel mogen kopen, zodat ik een paar dagen niet naar de winkel moet gaan. We moeten ook nog stro hebben voor die beestjes. Die is ook op, dus dat is ook nog wat we moeten gaan halen. Muffin gaat ermee recht staan, dus dat is ook nog nodig. Ik denk dat ik ze straks ga buiten steken, want het is wel goed weer. Dat zal wel goed zijn. Ik ben echt trots op alle fans. Trouwens, nog voor één ding, mensen die naar de video kijken van fans en die me tegenkomen, jullie mogen altijd die foto. Met de inzetten zodat ik jullie foto kan zien, dat is altijd wel heel leuk. Dan kan ik ook die foto's bewaren. Ik knies en de zon is weg. Bitje. Dus het is dat je dat weet. Dat zal wel heel leuk zijn om die foto's dan ook te kunnen zien natuurlijk. Het is geen verplichting, maar... het is gewoon een tip dat ik jullie geef en ik zou dat wel heel leuk vinden om dat te kunnen. Kijk, daar ben ik. Babytje. Ik hoop dat je ze een beetje leuk vond natuurlijk, want dat is natuurlijk wel de bedoeling, dat je ze leuk vond, de foto's. Normaal laat ik deze nooit zien, maar ik vind het wel leuk om te laten zien eigenlijk dat ik, hoe dat ik er vroeger uitzag eigenlijk. Dus het is hier een beetje weer klinkend, maar het valt nog mee eigenlijk, want ik had gedacht dat het... ja, erger zou zijn, dat het meer zou weer klinken, maar het valt nog wel mee. En dan deze foto's maak ik dan als Kileski voor ook op TikTok te zetten. Dus dat ga ik straks doen. Maar het valt nog wel mee aan de weerklinking. Alleen deze zware zak, die moet ik nog in de garage dragen. Ik hoor de konijntjes weer achter zitten, hoor ik. Dus dat ga ik ook nog doen. Dus... nog veel op de teller te staan natuurlijk, hè. Dus dat gaan we ook nog doen. En zijn stoel ga ik eens proberen of ik die daar tussen kan krijgen, die stoel. Want die staat nu tal voor die dingen en die staat wel een beetje in de weg. Dus dat gaan we eventjes eens een keer proberen. Hè.
Zo, die staat nu beter hier, vind ik. Want anders staat hij zo in de weg. Die stond zo tal voor de baan. Eigenlijk. Allee, tal voor de baan. Tal voor de huis. Dus, dat is ook niet zo plezant.